dan word je een beetje publiek bezit. Hè? Mensen vragen je de weg. Je bent een beetje, ja, soms net pleegzuster Bloedfijn onderweg. Mensen vragen je dingen. En die hebben zo'n mooi tochtdoekje. Ik heb ooit eens een keer gehad dat 's avonds iemand bij mij aan de deur kwam en mensen naar mij toe hadden gestuurd van vraag het maar aan de postbode. Die weet het wel. Ik wist het inderdaad. Maar dat soort dingen, dat maakt het wel heel leuk. Ik ben er voor het laatst vandaag, hè? Oh, ja. Wat jammer nou. Dat vind ik echt jammer. Nou, dan ga ik jou een hand geven. Bedankt voor alle goede zorgen. En zien we elkaar. Ja, vast wel. Ja, oké. Fijne dag nog. Hier kun je altijd passen. Hier mag je altijd passen. Ik ben geholpen. Ik heb hier ook wel eens opgewarmd. Vroeger hadden we het depot hiernaast. En dan gingen we hier opwarmen of afkoelen als het heel heet was. Huh? Zat ik daar in de kapperstoel te wachten op de post. Komt u vooral gezellig binnen, het is hier lekker warm. Hallo. Ik heb er geen last van, ik geloof dat alles. Nou, dankjewel voor alles. Hoe lang heb je gedaan? Bijna 9 jaar. Gadverdamme. Ik weet dat je daar begon. Ja, daarom. Kun je even het volhouden? Nee, ik was kapot joh, in het begin. Ik ben 3 maanden stuk geweest. Ja, nu gaat het fluitend. Dus ik ben nu met de kar ook. Ja, jammer, ja. Ik moet wel iets anders weer gaan doen. Ja. Je moet wel wat gaan doen. Ja, ik ben bij het HCO begonnen ook als vrijwilliger. Oké, okay. Nou, super. Nou, hey! Tot ziens en succes! Dag! Ik denk dat het 2 jaar geleden is geweest dat ik vlak voor kerst, dat ik in de straat hiervoor, zag ik ineens gordijnen dicht bij iemand. En post allemaal voor de deur liggen. Toen dacht ik, nou dat klopt niet, die vrouw die heeft dat nooit. Ik ken haar goed. Ik at toen samen met haar bij het bejaardentehuis. En aangebeld, niemand deed open, buren gebeld, heb je de buurvrouw gezien? Nee, al een paar dagen niet. Ben ik naar het bejaardentehuis gegaan om te vragen of ze daar was geweest? Nee, god nee, ze was er al een paar dagen niet geweest. Ik boos, van gaan jullie dan niet even kijken? Nee. En nou, uiteindelijk hebben we de politie gebeld. En die heeft haar achter de voordeur gevonden, was al 3 dagen overleden. Nou, daar ben ik wel even heel erg ziek van geweest eigenlijk. Dat vond ik heel naar. Gewoon het idee dat iemand in deze tijd 3 dagen achter de voordeur kan liggen. Hè? Dat wens je niemand toe. Ik was het meest boos op het bejaardentehuis dat ze niet even waren gaan kijken. Omdat ze daar iedere dag at ze daar. Al 6 jaar lang. Dus we hebben wel een klacht later over in het gebied. Waar ik altijd heel erg van genoten heb, is al die spelende kinderen hier. En de meesten vragen altijd om elastiekjes. Van postbode, heb je nog elastiekjes? Ja, daar word ik altijd wel heel blij van. En dat je iedere dag even langs mag lopen. Je ziet ook alles onderweg. Als er iets misgaat of rare dingen. Inbraken. Je denkt van, die klopt niet, het was gisteren niet zo. Je hoort en je ziet heel veel onderweg, omdat je iedere dag zo'n wijk doorloopt. Dus alles wat er niet klopt, dat neem je ook mee. En als het echt niet klopt, dan bel je dus de politie. Maar ook de leuke dingen. Ik heb heel veel contact met alle poezen onderweg. Dan denk je juist van, dat zullen de honden wel zijn. Maar nee, het zijn juist alle poezen. Waar ik eigenlijk een heel leuk contact mee heb. Die altijd even komen kijken, af en toe even op de kar springen. En, dat maakt het allemaal heel leuk. En ik heb al wel eens een doos bonbons gehad en een paar keer een bosje bloem. Of met kerst gewoon wat leuks. En dat maakt zo'n postlopen heel leuk. De vrijheid van het buiten zijn. Praatjes onderweg.